Het parlement zal een aparte vergadering uitschrijven om te debatteren over de perikelen bij de Centrale Bank van Suriname. Dat zei DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons vandaag bij de behandeling van de naturalisatiewet. De vergadering werd eerst enkele keren geschorst omdat de oppositie nog steeds wacht op informatie van minister Gilmore Hoefdraad van Financiën. Onder andere willen DNA-leden weten wat de regering heeft gedaan met de 100 miljoen US-dollar die de burgerij toebehoort. Verder willen ze weten hoe de koers beteugeld zal worden. U hoort de parlementariërs Assis Gayadin en Ronnie Brunswijk. Voorzitter, het kan nooit zo zijn, voorzitter. En daarom vragen we dat we, als het een kwestie was van een initiatiefwet van het parlement, zou ik zeggen, laten we beginnen. Maar hier praten we over een regering die hier verantwoording moet afleggen, voorzitter. Er zijn wetten die vanuit de regering komen. Hoe kunnen we met een wet beginnen terwijl de regering niet eens een verantwoording kan afleggen hoe zij omgaat met onze met middelen van het volk, voorzitter. Voorzitter, het is ongehoord. We kunnen dit niet toestaan, voorzitter. En daarom vraag ik, laten we daarom die motie in behandeling nemen, voorzitter. Omdat dat een oordeel is. Aan de overkant, ik roep het parlement dank om u wel. Mee te gaan. Mevrouw voorzitter, het is zeer ernstig dat wij als parlement, volksvertegenwoordiger van het land, informatie krijgen van de regering. Hoe verder? Wat is precies gebeurd, mevrouw voorzitter? Mevrouw voorzitter, het is zo ernstig dat wij voorstellen dat, laten we, of de voorzitter dan desnoods, morgen een vergadering uitschrijven waar we over dit vraagstuk gaan praten, mevrouw voorzitter. NDP-parlementariër Melvin Bouffa benadrukte dat de regering niet heeft gezegd dat ze de antwoorden niet zal geven, doch dat er meer tijd is gevraagd. DNA-voorzitter Simons gaf aan dat er een aparte vergadering zal komen. Om te concluderen dat mede op basis van al het voorgaande, dat we toch wel tot de conclusie moeten komen dat we de vergadering uitschrijven, de informatie afwachten, maar voornamelijk de wetten die hier voor ons liggen, dat wij overgaan tot de orde van de dag, voorzitter, om voornamelijk die wetten te behandelen. Dank u wel. Ik heb al aangegeven, we hebben de regering gevraagd ons de nodige informatie te geven. We hadden de afspraak dat bij het begin van de vergaderingen de regering ons steeds zou vertellen hoe ver het was. Toen dat niet lukte, hebben we gevraagd het schriftelijk te doen. We hebben tot nu toe geen antwoorden gekregen in feite. En daarom hebben we gezegd dat we de vergadering gaan uitschrijven. Heel binnenkort, we moeten kijken naar de interpellatie. Donderdag hebben we een interpellatie over gezondheidszorg. En we gaan heel binnenkort de regering vragen. Het heeft voor ons geen zin als we die informatie niet schriftelijk kunnen krijgen. De regering moet die antwoorden hier geven. Dus we gaan de regering vragen dan ons in een vergadering, dan wel in een interpellatie, de antwoorden te geven. DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons vandaag op de openbare vergadering in de Nationale Assemblée. Er zal een aparte vergadering worden gehouden over de perikelen bij de Centrale Bank van Suriname.